Ja, oké, dankjewel. Soms heb je van die auto's, die zijn bijzonder, net als de klanten, toch? Oh ja, ze wilde niet bij of ze lacht wel. Ik wil niet op YouTube, dat is geen enkel probleem. Ik wil ook niet op YouTube, maar ondertussen ben ik er toch al een tijdje op. Peugeot 107, en die komt natuurlijk uit dezelfde stal als Toyota. Motortje van Daihatsu, versnellingsbak van Toyota. Drie cilinder, oerbetrouwbaar, je hebt er nooit wat mee. Behalve nu, namelijk... Ik ga even een stukje voorgeschiedenis vertellen. Ik heb ze stom toevallig een maand geleden ook geholpen. Met andere woorden, heb ik de diagnose niet goed gedaan? Geen idee. Ik ben toen aan het rommelen geweest met een stekker. En in één keer, hij liep weer. Ja, nu heb ik een geval. Je startte de auto, hè? Ja, ze startte de auto. We zijn een maand verder. Goed gedaan, hele maand. Rijdt hier weg. Hij slaat af. Nooit een keer weer doen. Wat valt mij op? Ik heb wel een... benzine-inspuiting, maar ik heb geen vonk. En ja, wat heb je nodig? Hier zit een bobine in. Wat heb je daarvoor nodig? Een plus, een voeding, een min en een aansturing. Nou, ik maak het heel kort om de hele diagnose te doen, want ik heb zoiets van, ja, dit is puur even een kort iets, maar wel, ik vind het leuk om te laten zien. Heb ik een vonk? Nou, dat is het eerste waar we naar gaan kijken. Start er maar een keer. Ja, oké, dankjewel. Nou, zoals je kunt zien, ik heb geen vonk. Ik heb hier van alles wat liggen. Autoprobetester, mijn voltmeter ligt hier. Nou, die staat op 0 volt nu, zoals je kunt zien. Een en al een bedrading aangesloten. Geen vonk. Het eerste wat ik moet meten, heb ik hier een plus? Heb ik een min? Je mag hem wel op contact laten staan, alsjeblieft. Heb ik een voeding? Heb ik een massa? Volgende wat ik ga meten. Een voedingmeter, ik doe het even belast. Mijn voltmeter staat hier, kunnen jullie dat zien? Net niet. Ja, dat is een beetje lastig meter, ik heb ietsje ingezoomd. Ik leg hem even hier neer. Die binnenin. Ja, kijk eens hier. Het is er speciaal voor gemaakt, zou je zeggen, in deze auto. Is dat te zien zo? Ja. Nou. De voeding. Voor de voeding heb je dus een plus en een min. Ik laat de boel even aangesloten. Waar is mijn massakabel gebleven? Die zit nog aan mijn, ja, aan de accu. In dit geval, ik kan de testbougie er even uithalen. En ik meet hier, achter in de stekker, ik heb het schema er even bij, die zal ik jullie zo even laten zien. Een voeding van 12,19 volt. Zou je hem een keer willen starten? Even kijken als die tijd van start niet wegvalt. Ja, oké, dankjewel. Voeding is aanwezig. Nu moet ik een massa meten, een min. De massa is in, zoals heel veel Japanse auto's... Een draad, een wit-zwarte draad. En die meet ik ook ten opzichte van min. Waarom? Die moet 0 volt zijn. Nou, en wat ziet mijn hoofd hier? Dus het soort pinnetje gaat er steeds een beetje uit. Hij zit op 2,1 volt. 2,1 volt, dat is niet goed. Die 2,1 volt betekent dus niets anders. Ik heb een overgangsweerstand. Tussen de min van deze stekker. Het zal ook op deze stekker naar alle waarschijnlijkheid zijn. Want vaak zit het bij elkaar aangeprutst, zeg ik altijd. Ja, kijk. Ho, gooi aan. Zo. En op deze stekker precies hetzelfde. Kijk eens, 2,1. Ja, iets meer naar binnen, Robert. 2,1, 2,2 zo'n beetje volt spanningsverschil. En dan doet hij het niet. Ik heb geselecteerd Peugeot 107. En ik ga naar de technische informatie toe. Want ik zoek namelijk het schema. Nou. Zit hij in de elektronica, het motormanagement, Bosch ME7.9.5 doorgaan. Dan krijg ik hier allerlei dingen te zien, een injector, allerlei regeldingen. Waar het om gaat is bobine 1, bobine 2, bobine 3. Nu heb ik de stekker los van bobine 1. In ieder geval, daar ben ik mee aan het meten. Maar zoals je kunt zien, als ik even een beetje ga vergroten, dan zie je hier... De drie bobines naast elkaar en ze worden allemaal gemeenschappelijk voorzien van spanning en gemeenschappelijk voorzien van een massa. En die massa, het minpunt, daar gaat het om. De MM01. En de MM01, dan ga ik even naar beneden, dan zeg ik massapunt, klik hem aan, kom ik weer hier naartoe, massapunt en ik zeg locatie. En kijk eens, voor op de motor zit hij
gemonteerd. En daar moet dus, denk ik, het probleem zitten. En wat heb ik hier? Een afgebroken massapunt. Ik denk dat het verstandigst is dat ik daar even een kabel aan maak en hier gewoon een kabel bij aanmaak. En rechtstreeks aan de min van de accu, hij nooit geen problemen meer. Dat gaan we doen. De massa van de drie bobines zitten bij elkaar aan en die gaan rechtstreeks naar massa. Of via dit kabeltje of via daar. Wat ik voor de zekerheid gewoon doe, knip hem door en ik maak er gewoon een extra dikke kabel bij aan naar dit massapunt. Of even kijken, nee, ik denk de andere kant op. Rechtstreeks naar de min van de accu. Dan weet je één ding zeker, hij heeft altijd een goede motormassa. Een goede minaansluiting, betrouwbare minaansluiting. Eén kant, kant nummer twee. Ja, ik krijg deze verbinders van vanuit Ypenburg, vanuit onze bevoorrading en dan moet ik het mee doen. Maar het gaat goed, dan doe je zo nog even een tapeje omheen. En heel veel connectoren, zoals de massaconnectoren, zijn ook niet waterdicht, dat is wel grappig. Kijk, deze hierin, hier. Er komt nog een kap overheen straks, luchtfilterhuis. Kan er weinig mee gebeuren. Een paar tie-rips die kant op. En dan is het net echt. Eigenaresse lacht, dus het is goed. Zo, ik kan hier maar onderdoor. Goede dikke massa aansluiting. Zo. En natuurlijk nog even de verbinding maken. Met de massakabel, met de min. Die eroverheen. Die vast. En die zit de enige zeker, die gaat nooit meer los. Ik leg vast. Het luchtfilterhuis, met luchtfilter, ziet er nog keurig netjes uit verder. Die er weer op, die er overheen. Klemmetje er weer op, klemmetje vast, klemmetje daarop. En als het goed is, dan gaat die auto het nog doen ook nog. Zou je hem een keer willen starten? Hij was nog een beetje verzopen, vandaar dat hij wat moeilijker aansloeg. Zo kun je dus zien dat met zo'n storing, dat is zelfs ja, eigenlijk voor ons onderweg niet te vinden als hij het in één keer weer doet. Deze ook, ze hadden dus gestart, gereden. Hij stopte mee, ik doe een meting. Ik heb weer geen vonk, ik heb wel inspuiting, ik heb benzine, maar geen vonk. Plus aanwezig en de min was een beetje een vraagtekentje. Want eigenlijk met ja, eerste instantie 0,2 tot hij in één keer 2,4 volt spanningsverschil heeft. En dat is net te weinig om die energie te leveren om die vonk te produceren. Hè? Om die hoogspanning naar 8 tot 10.000 volt moeten gaan maken. Dus al met al is dit best nog wel een... Ja, hoe zal ik het zeggen? Je moet er een beetje geluk mee hebben met deze. En dat heb ik gehad in dit geval. Wel, je kunt wel zien, ik heb heel veel zooi liggen qua meting. Ja, is echt iets van mij. Ik ga door.
En eigenlijk was het dan ja, misschien wel een vorm van een garantiegevalletje voor mij. Maar kan ik ook niet zeggen. Want ja, het is gewoon... Voor mij als pechhulpverlener onderweg is het gewoon soms niet te doen. Hebben we de tijd ook niet voor, zo simpel is dat. Goed, maar tot zover. Tevreden? Ze zegt ja, kun je misschien niet horen met mijn microfoon. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga weer gauw door naar de volgende. Tot ziens. Ciao. Mijn lamp. Oh, wat slecht. Doe ik één keer opnieuw. Vergeet niet regelmatig je vloeistoffen te controleren onder de motorkap. Zoals motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitenspoeivloeistof. En vergeet ook niet naar onze andere video's te kijken. En te abonneren op ons kanaal.